In de kazerne kwam toen zei me de koerier: doe jij je burgerpakje uit en kom dan maar eens hier. Hij gaf me toen van allerhand de hele zaak compleet. Maar toen ik 's morgens wakker werd, toen slaakte ik een kreet. O Sjaar-Sjan, ze hebben me sokken gestolen. O Sjaar-Sjan, ze hebben me schoenen gepikt. Mijn poeties zijn verdwenen, nu zien ze mijn blote benen. Ze hebben het in de sectie op mij gereed. Mijn onderbroek met bandjes, die was ik al dadelijk kwijt. Verdwenen is mijn etensblik in zulk een korte tijd. Mijn broodzak en mijn veldfles, die zijn foetsie alle twee. En het is vandaag een oefening met brood en koffie mee. O Sjaar-Sjan, ze hebben mijn sokken gestolen. O Sjaar-Sjan, ze hebben mijn schoenen gepikt. Mijn poeties zijn verdwenen, nu zien ze mijn blote benen. Ze hebben het in de sectie op mij gericht. Niet andersom vandaag als er geblazen wordt, dat ik in mijn burgerpakkie ga op het kombiesrapport. Zou Jean toe helpen uit de brand, dan sta ik niet voor gek. Of maak me dan maar kamerwacht, dan hou ik me gedekt. O Sjaar-Sjan, ze hebben mijn sokken gestolen. O Sjaar-Sjan, ze hebben mijn schoenen gepikt. Mijn poeties zijn verdwenen, nu zien ze mijn blote benen. Ze hebben het in de sectie op mij gericht. Gewassen van mijn wasblik is gepikt. Tot zelfs de vingers uit mijn schoen zijn op de kop gedikt. En als dat hier niet anders komt, als dat dan hier zo van mag, dan spijt het me voor het regiment, maar neem ik mijn ontslag. O Sjaar-Sjan, ze hebben me sokken gestolen.